tegen Portugal. Toen Engeland verrassend met 1-0 verloor, maar toch geen wijzigingen. Bij Marokko 1 wissel. Hadoui is vervangen door Kari. Dat is een wissel op het middenveld. Monterrey was gevreesd voor het klimaat, wel de eerste twee wedstrijden. Toen viel dat nog mee vergeleken bij vandaag. Ongehoorde hitte hier, 35 graden, bijzonder vochtig. En ik vraag me af hoe de 22 op het veld zich daaraan had kunnen aanpassen. Als je weet dat hier wij allemaal in de tribune zitten te zweten, met niks te doen. Zij moeten dat dus inspelen. Tot nog toe is trouwens al duidelijk geworden dat hier in groep F in Monterrey het traagste voetbal wordt gespeeld. En het is duidelijk waarom. Gisteren was ik in Lyon en daar heb je een heel ander klimaat. Het is maar opvallend als je op dezelfde dag wisselt van de ene stad naar de andere, van Lyon naar Monterrey in dat geval. Dan merk je maar hoe vochtig, hoe klam, hoe drukkend heet het hier is. En vandaar dus het soort voetbal dat we al tot twee keer toe hebben gezien. Vandaag hopen we op een super gemotiveerde Engelse ploeg. Het kan bijna niet anders. Zij kunnen zich niet permitteren hier een punt te verliezen tegen Marokko dan nog. Vandaar dus dat we toch heel veel inzet, fysieke kracht zullen te zien krijgen, ontwikkeld krijgen bij Engeland. Dit is Stevens. En dit is Glenn Hoddle. We gaan geleidelijk aan weer eens kennis maken met die Engelse ploeg. Lineker daar nog altijd met een omzwachtelde pols. Brian Robson is er ook weer bij, hoewel die dus in die eerste wedstrijd vervangen werd naar het einde toe. Is fit. Speelt met een speciaal verband op de dekking eruit. Speciaal verband rond de schouder. De aanvoerder Brian Robson bij Engeland. Dat er dus opteert Engeland weer voor drie aanvallers, dus met Lineker, Heatley en Waddle. Daarachter dan Robson als centrale man, geassisteerd door Hoddle en achter hem in de verdediging al een beetje Ray Wilkins. En dan de vier verdedigers op lijn. Sanik, die niet zo best speelde tegen Portugal. De lange Terry Butcher en op de vleugels dan Gary Stevens en Kenny Sansom. Bij Portugal dus één wijziging, maar ja, dat is niet zo belangrijk. Het is een wissel tussen ons twee onbekende voetballers eigenlijk. In het doel nog altijd Zeki, hele goede doelman trouwens. En het sterk middenveld, dat hebben we kunnen zien met het nummer 8 die erg opviel in de eerste wedstrijd. Peter Bella, een man die in Zwitserland voetbalt, bij Sion. Centraal in het midden Timomi, speler van het jaar in Afrika met het nummer 10. En dan de twee broers in de spits, de broers Mary. De bekendste is Krimo Mary, hij speelt bij Le Havre, heeft trouwens al bij 7 Franse clubs gevoetbald. Zijn broer heet Mustafa Mary, hij speelt ook in Frankrijk bij Valenciennes. Zo hebt u weer dus de belangrijkste namen en clubs gehoord. Kunnen we ons even op die wedstrijd beginnen concentreren, want die eerste minuten zijn toch maar kennismaking eigenlijk. Peter Bella probeerde van ver. De eerste minuten altijd aftasten. En we zijn nu nog in die psychologische fase. Schulten bereid. Richting Lineker. Ray Wilken. Waddle. Laag voorgetrokken. Niet op bij Robson. Opnieuw Waddle. Overstapje voorzet nu, tweede paal en mooi van Zeki. Want dat zijn toch wel de gevaarlijke voorzetten. Richting hoofd Mark Heatley. Dit is of was vorige keer de beste man, de verdacht, voor de Pella bij de Marokkanen. Carrie. Khalifa.
en ik in richting Krimi, wil ik zeggen. Dat is een broer. Eerste schot zo daarop. Gary Stevens. Voor de Everton. Zit Lineker. Twee man bij zich. Bogayumi. Verkeer ik bijvoorbeeld bij Timumi. Mooi is dat van Boudrabala. Krimo in het centrum. Boudrabala door. Links. Dobbin. Voorzet nu. Schot van Kari in de handen van Silver. En ja, verrassende stad van Marokko. Dit was het gevaarlijkste wat we tot nog toe gezien hebben na een zevental minuten. Waddle. Robson. Gary Stevens. Naar Lineker. Niet voorbij de laatste man bij Marokko, nummer 5, dat is Bouyaoui. En nu opnieuw Lineker. Kari aan te vallen. In Gary Stevens. En de Engelse supporters beginnen in vorm te kraken. Verrebal. En Marokko komt er uit met Timomi. Nu Wilken. Lineker. Opnieuw Wilken. Lineker helemaal naar links gestuurd. Goed voor het doel getrokken daar van Butcher. Kon er net niet bij. Bal kwam ietsje te laag. Sensen. Ben ik. Opnieuw Sensen. Ray Wilken. Dubbele verdedigingsgordel nu. Twee rode muren en moeilijk. Om een opening te vinden, dan maar het hoofd van Hinkley zoeken. Robson. Raakt er ook niet voor. En dan rustig teruggespeeld bij Zeki. Boudrabala. Mooi geopend. Daar is Krimo. Mist alle links. Boudrabala nog een kans. Oh, goede aanval weer van Marokko. Verrassend de Engelsen, al twee keer met lange ballen. En ik kan het begrijpen, want in de eerste wedstrijd heeft de Marokko voor 90% altijd lateraal gespeeld. Tic-tac spel van links naar rechts. En nu al twee keer diep goed bekeken van die coach Faria. Erg verrassend. Twee keer twee lange, diepe ballen en twee keer een kans. Het belooft voor de wedstrijd natuurlijk. Het is een veel mooier spel op die manier. Wilkens met Hobbel samenspelend. Ja, een overtreding van Fennec tegen Boudrabala. En af en toe toch een beetje wind. En dat doet goed. Blijft hier altijd 35, 36 graden. Domi, verdedigende middenvelder. Timomi, centrale man. Opnieuw Domi. Krimo. Drie man was te veel voor hem. En Robson. Sensen. Heatley. Opnieuw Sensen. Kelly Butcher. Lineker, Sensen, Heatley geen bij de spel. Kan nog voortrekken, bijna. Hobbel nu Robson. Tegen de Marokkaanse verdediger. De kans eigenlijk om te scoren. Had misschien ietsje rustiger moeten blijven, ietsje meer kijken.
Maar ja, er stonden toch wel drie, vier verdedigers in de weg. Leemekens. Naar Waddle. Chris Waddle van Tottenham. 25 jaar. En dit is Wilkins. Door de AC Milan, zoals Mark Hitley ook. Lineker. Met een hoekschop. Toegestaan door Bouya Yaoui. Ja, een goede start toch vergeleken bij de twee vorige wedstrijden. Alle paar kansen, daar moesten we toen het mee stellen over de hele wedstrijd. En nu is het zoeken naar de bal, die moet daar in een van die tribunes zijn blijven hangen. Niemand heeft haast en ik kan het mij voorstellen, nog maar eens herhalen, hoe drukkend het klimaat hier is en hoe moeilijk het de spelers moeten hebben om tempo te maken om een normale wedstrijd te spelen eigenlijk. Wilkens. En nu Zaki. Langzaam aan actie nu toch weer bij de Marokkanen. Hebben dat in hun eerste wedstrijd ook al een paar keer geïllustreerd. Bomi. Naar Khalifa. Khalifa komt. Boutrebala blijft in de diepte gaan, maar de bal kwam niet aan. Hey, Wilken. Tentem. Lineker vraagt van zo snel mogelijk te spelen, dat gebeurt toch niet. Ik ga nog naar Robson. Daar is Lineker. Gary Stevens met ruimte. En dan zondag afgespeeld. Boutrebala. Nou, dat is de man die het meest opvalt. Tot nu weer, en wordt daar dan weer verder gepakt. En dat zou een gele kaart moeten zijn. Maar de Paraguayaan trekt ze niet. Want Boutrebala kon daar alleen doorgaan. Had niemand meer voor zich. Vrij trap dus, met drie Marokkanen bij de bal. Het gaat naar rechts, naar Tolmi. Khalifa. Mustafa Merri gaat naar die bal. Overtreding in de rug gelopen van Gary Stevens. Ray Wilkins. Robson. Santam. Hoge bal, Zaki eruit. Geen enkel gevaar. Boutrebala weer hard aanslopen. Toch intimidatiepoging. Het is al de derde keer dat die man eruit wordt gehaald. De beste man bij de Marokkanen. Hij blijft liggen voor verzorging. Hier is hij. En ook hier andere namen. Hij heeft ook verschillende voornamen, deze Boutrebala, maar volgens de Marokkaanse collega is Boutrebala de naam waaronder hij het meest bekend is. Wordt ook wel eens Aziz genoemd. Hij heeft dus bij Sion de Zwitserse beker gewonnen dit seizoen. Goeie pion.
linker. Wabbel nu helemaal naar links. Dat is eigenlijk ook zijn gewone plaats. Maar speelde tot nog toe veel hier op de rechterkant. Timomi. Bomi. 4 tegen 4. Maar het moet dan wel snel gaan. Moeder Pella. Lemmeris komt. Maar het gaat binnendoor. Maar Kribu. Schot weer tegen Fennick. Ook schot. Ja, en we krijgen toch een gelukkig maar een andere Marokkaanse ploeg te zien met meer diepgang, meer dieptespel, meer lange ballen, direct spellen ook. En vandaar al een paar kansen. Daar zien we die Krimou die in Frankrijk speelt, te laag. Lemlis. Moeder Bella. Timomi. Moeder Bella, kort spel, worden niet aangevallen. En de Engelsen weten dat ze moeilijk van de bal zijn te houden. Zeker die twee zijn de technisch gezien de twee beste. Timomi weg. Silton. Wilkens. Moet de ballen verdelen, het spel een beetje verdelen. Maar dat is toch te hard of niet? Nee, Heatley houdt die bal binnen naar Waddel. Niet voorbij Khalifa. Ray Wilken. Lambrecht. Eén, de voeten van Waddel. Heatley kwam dan niet bij de pas. En Timomi. Dolmi. Mustafa Merri. Kari. Buitenspel van Krimelmer. Sensen. Een Lineker. Een Wabbel. Opnieuw Sensen. Twee man bij Hitley. Op die hoge bal staat te wachten. Maar er wordt op links nog wat rondgespeeld. Waddel. Geen obstructie, zegt de scheidsrechter. Lemmeris. Net zijn weer stilgevallen. Dat is ook een altijd terugkomend verschijnsel in de Monterrey. Als er 10 minuten wordt doorgespeeld, wordt er 5 minuten de pauzeer achteraf. En dan komt Dombie. Twee man, twee Engelsen die elkaar in de weg lopen. Fennick en Stevens. Dat pleit dus niet voor de coördinatie in die Engelse verdediging. Sensen. Hitley. Ja, hij is technisch zeer beperkt, want Hitley, dat is al gebleken. Goed kopspel, lange man, 1,85 meter. Maar met de voeten, nee. Fennick.
Lambrecht. Tommy. Kelly. En Tommy. Nu toch de goede kant uit richting Schepen. Bentham. Lineke. Redelke. Waddle. Lineke binnendoor. Kan er nog bij, Zekkie dan. Goede redding. Voort en opnieuw. Net niet op de Heesley. Zwaar nog niet geweken. Glenn Hoddles. Zekkie eruit met één hand. Waddle. Kan schieten. Nee, wacht. Opnieuw Waddle. En dat duurt te lang. Bal buiten nu. Ja, een paar kansen aan elkaar, of toch halve kansen voor de Engelsen. Maar voorlopig geen kordaat afwerker daar in het strafschopgebied. Naar Bitterbella. Tommy. Timomi met een lange bal richting Carey. En die houdt hij nog binnen ook. Knap gedaan, maar slecht voorgetrokken. Kan ik. Centrum. Wilkins en nu Lineker. Mooi, daar bent hem doorgekopt ook nog. Timomi. Timomi. Dit is Carey. Bitterbella. Ietsje te ver van de voeten van Khalifa, maar hij krijgt een vrij schop in zijn voordeel. Timomi. Marokko aanvallender dan in de eerste wedstrijd, nu geregeld met twee, soms zelfs drie aanvallers. Engeland nog niet overtuigend. Niet beter dan in de wedstrijd. Dus Portugal nu misschien toch een kans. Op de lijn kon Lineker daardoor gaan. Maar de bal is blijkbaar buiten geweest. Op Engelsen gaat weinig kracht uit. En we zijn het anders van hen gewoon. Tenzij ze zich sparen voor de tweede helft. Maar waarom zouden ze dat? Er wordt bijzonder voorzichtig gevoetbald hier in Monterrey. Dat is duidelijk. Weinig bewegen. Want dat zal allicht afgestraft worden. Timomi.
ja, dat is een schot dat nergens op lijkt. Van Mustafa Merri, hier in beeld. Er is één voordeel aan voor de spelers hier, dat ze weer wat tijd winnen. Want er is een zekere vrees dus om hier het spel te ontwikkelen dat ze gewoon zijn. De bal blijft weer lang weg ook. Is nu daar bij de Engelsen terecht gekomen. En wordt toch teruggespeeld. Er is vooral met de bal, zegt Schilder. Scheidsrechter nu die de controle doorvoert en die vindt ook dat het niet in orde is. Daar is die González uit Paraguay. Hij leidt een privéschool in Asunción, directeur. Twee ballen nu bij Schulten. En één in het veld. Bentham. Ray Wilken. Naar Lineker. Of Dombey. Inkeu naar Bentham. En dan maar een Engelse voorzet. Hobbel. Ietsje te klein. Ja, en de Engelse supporters hebben nu een toepasselijk nummertje opgevoerd. Zingen van... alles wat we willen is een goal. Maar op deze manier kan dat nog lang duren. Tenzij misschien een aanval, een vergissing straks. Lambert. Naar de Merri. Dit is Krimo Merri nu, de andere was Mustafa. Of Butcher. Eenhoekschot. Met de beste kansen komen nog aan de kant van Marokko. Tot nog toe. En we hebben bijna een half uur gespeeld. Een hoekschot van Broeder Bella. Schilton. Wallo. Ja, je wou Wilkens bereiken, ook dat gaat nog fout. Gary Stevens. Er moet wat veranderen in die Engelse ploeg, dat is duidelijk. Wilkens probeert. Begint nu wat te roepen en richtlijnen te geven. Daar is Wilkens. Lineker. Houdt die bal nog binnen, Lineker? Ja, één beweging te veel wellicht. Raakt dat niet door. Bias. Sensen. Ryan Robson. Ja, 0-0. Het hoeft nauwelijks nog gezegd. Half uur gespeeld.
Vrije trap nu voor Engeland. De man van Engeland is ietsje daar. En een vijftal roodhemden. En nu de voorzet. Toch nog een Engels hoofd. Dat van Fennec, nummer 14. Centrale verdediger. Die was mee opgeroepen. Gaat de scheidsrechter dus daar ook nog mee bezig houden waar de doelman de pet moet leggen. Dat zegt dan veel over deze wedstrijd. De pet van Zeki. Lemmery. En opnieuw een overtreding tegen Boudarbella. Deze keer van Gary Stevens. Domi. Vrijtrap. Kort. Tot bij Mary. Daar is Boudarbella. Die drukt nog wel eens van ver schieten ook. Khalifa probeert ook van ver. Niet zo slecht. Zielt hem bijna vooraf. Had dat niet verwacht. Marokko de beste ploeg, dat mogen we nu wel duidelijk stellen. De beste kansen en durven ook wel wat. Zo zien we toch nog iets. En nu de Engelsen weer. Met Gary Stevens. En niemand die dat kan doen kanselen. Ja, hij weet zelfs niet waar naartoe met die bal. Geen aanspeelpunten. Daar is Lineker, die beweegt nog het meest. Die werd daar nogal hard van aangetrapt trouwens nu door Krimo Mary. Tommy, Khalifa. Die daar met zo'n trap naar toe schoot. Khalifa, ga maar. Maar nu, ja, wijkt iedereen, die moet hij dus ook wijken. Boudarbella, Krimo in buitenspel. Hier nog eens Boudarbella en duidelijk buitenspel van deze Krimo. Nog 10 minuten. Rijdeltje. Ben ik. Robson. Lineker. En dan loopt de beurt fout. Een Engels middenveld dat ondermaats presteert. Slechte ballen aflevert. Geen openingen kan creëren. Geen ideeën heeft. Staan en Boudarbella weer, hij breekt toch weer uit. Gelukkig loopt die man daar nog bij. Oh, hakje op nog voor trekbal aan Chilton. Ja, als die Marokkanen blijven geloven in hun kansen, dan wordt Engeland hier verslagen. Dat is duidelijk op deze manier, zoals het nu gaat. Moeten ze het alleen maar durven. Ze zijn uiteraard erg voorzichtig, zijn nog vol ontzag voor die Engelse ploegen, dat is aan te nemen.
Lineker. Daar is Steven. Houdel. In en door naar Lineker, dat was mooi. En die wil die bal teruggeven. Dat had wat kunnen worden. Eerst toch wat intelligente actie bij de Engelsen. En dat levert toen ook schot op. Waddle neemt die hoekschop. Wou naar Heatley bij de eerste paal geven. Lenhoddle, ja, dat is een overtreding van Mary, die daar ook met de voet vooruit in de aanval ging. Maar ook Lenhoddle had de voet geplaatst, vindt de scheidsrechter met tweeën. En uiteindelijk vrij schot in het voordeel van de rode, de Marokkanen. Bouyaoui. Die geeft naar Bentham. Stevens. Ja, de wedstrijd doet mij veel denken aan de toernooien die hier in augustus gespeeld worden. Vriendschappelijke wedstrijden onder een zomerzon die Robson die neergaat en blijft liggen ook. En dan houden de Engelsen de adem in, want de man is zo fragiel als papier. Hij heeft ook al heel wat meegemaakt in zijn tot nog toe toch wel mooie carrière. Had ooit in twee seizoenen twee beenbreuken. Werd dan later voor een recordtransfer verkocht. Van West Bromwich naar Manchester United. Dat was voor 1,5 miljoen pond. Het WK in Spanje in 82 behoorde hij bij de uitblinkers in die Engelse ploeg. En hij schijnt een van de duurst betaalde spelers te zijn in Engeland. Zou 200.000 pond per jaar verdienen. Ja, er wordt heel voorzichtig met hem omgegaan. Hij heeft het laatste jaar verschillende blessures gehad. Onder andere aan de schouderbus waarmee hij nu nog zo doet. De vraag was trouwens of hij zou kunnen meespelen hier in Mexico. Want zonder Robson is die Engelse ploeg de leider kwijt. De centrale figuur. En Robson wordt nog altijd bijgewerkt. Steven weg nu. De Marokkanen zijn technisch beter en zelfs fysiek. Zijn sneller op de bal. Tonen meer inzet. Eigenaardig genoeg. Ray Wilkins. Gary Stevens. En Robson zal moeten vervangen worden. Steve Hodge maakt zich klaar hier langs de lijn. Steve Hodge ook een goede middenvelder. Fout van Wilkins. Die gaat trouwens een gele kaart krijgen, ja. Ray Wilkins. Van AC Milan. Robson verdwijnt uit het beeld. En
van het veld ook, omgegeven door fotografen. Zit nu op de piste die rond het veld ligt, assenpiste, en verdwijnt zo in de kleedkamer. De vraag is wat Engeland nu nog waard is, want Robson, dat was de grote vedette in deze ploeg. Engeland, de journalist, had zelfs geschreven dat als Robson er niet bij zou zijn, en nu toch uitkijken naar Lineker. Lineker misschien toch door, kleine hoek voorgetrokken en hoekschot. Een Engelse journalist schreef zelfs dat zonder Robson Engeland niet verder zou komen dan de hal op het vliegveld van Heathrow, de vertrekhal. Ze zijn hier nu toch in Mexico, maar nu zonder Robson dus. Wat wordt het? Intussen Steve Hodge in het veld, want ze vervangen hier met het nummer 18. Steve Hodge van Aston Villa is nog maar 23. Twee of drie interlands gespeeld, daar komt hoekschop. Ja, en daar verrassend genoeg. De eerste rode kaart voor Ray Wilkins is... De man die daarnet al niet tevreden was en nu blijft reclameren en protesteren, werkt op de zenuwen van de scheidsrechter González Roa, trekt de rode kaart. Dat wil zeggen dat na Brian Robson een andere grote naam, een andere grote middenvelder hier van het veld verdwijnt, Ray Wilkins. Teleurgesteld mee natuurlijk. Daar gaat hij. Op naar de kleedkamer. Dat ziet er dus bijzonder slecht uit nu voor Engeland. Met nog 2 minuten te spelen in de eerste helft. Overtreding nu weer tegen Timomi. Khalifa. Die is te hoog voor Kari. En nu kan het misschien interessant worden. Om dat Engeland nu toch risico zou moeten nemen. Gary Stevens. Italy. En het gaat naar Steve Hodge. Bewegelijk. Maar raakt even bij Khalifa. Ja, het gaat naar Hitley. Maar die krijgt de bal niet voor doel gekopt. De laatste minuut loopt. Wat doet Marokko? Straks in die tweede helft moeten ze profiteren van hun numeriek overwicht. Maar ja, we weten na België-Nederland dat met 11 spelers tegen 10 nog altijd geen voordeel is. Timomi. Hij zal nu moeten de centrale terreur in het middenveld. Hij heeft klasse genoeg, maar het speelt nogal onregelmatig. Bal afgepakt door Dibbertala. Dibbertala, ietsje te ver van de voetbal. En de 45 minuten zijn rond van deze eerste helft.
omdat er misschien nog wat op bijgeteld is. Nee, daar fluit hij af. Brengt en Paraguay. Engeland dus met die Wilkins eraf en dan ook nog Robson geblesseerd, vervangen door Steve Hodge. Zo beginnen we aan deze tweede helft. Timmy van ver. Van op de middenlijn. Waarom niet eens proberen? Schilden stond een drietal meter voor zijn doel, maar laat zich natuurlijk niet door dat soort ballen verslaan. Man van 36, Peter Shilton. Een van de beste doelmannen die Engeland ooit heeft gehad. Is al rond de 75 keer international, speelt bij Southampton. Hoddle, die man kan zich nu doorzetten. En van Nederlandse collega's heb ik gehoord dat hij volgend jaar bij Ajax zou voetballen, klein Hoddle. Voorbij gegaan hier nu door Poeter Pala. En die blijft doorgaan. Goede technicus. Kleine hoek nu. Nu in de achtertrekken. Nee, had die bal laag moeten geven. Stond er twee man, twee ploegmaat. Wat doet hij? Dat zijn we niet gewoon van hem. Te hoog. En te scherp. El Idrissi Poeter Pala Aziz. Zo is zijn volledige naam. Lineker. Hodge. Hodge mag ingooien. Krijgt een vrije trap mee zelfs. Of laat die bal gewoon liggen. Nee, het is ingooien. Ja. Mooi nog. Teruggelegd. Voor Centrum. Maar dat lukt niet. Butcher. Glenn Hoddle dus van Tottenham nu de centrale man in het midden van die Engelse ploeg. Timo Mee. Timo Mee. Tommy. Oh, niet Timomi. Mooi gedaan. Heel mooi. En nu naar Krimo met het hoofd even zijn broer komt. En dan Chilton. Bij Engeland is zich een andere man aan het opwarmen nu. Ook een Gary Stevens. Maar Gary Stevens van Tottenham. Dat is een middenvelder. Butcher. Naar Centrum. Lineker. Nee, ik kan daar niks mee aan, richting. Topscorer in Engeland, speelder van het jaar, Gary Lineker, maar hier vanmiddag wil het niet lukken. Dit is de Braziliaanse coach, José Faria van Marokko. Hij traint niet alleen de nationale ploeg van Marokko, maar ook een van de beste clubs in Marokko, de ploeg van het leger FAR, FAR, Fox Armee, Royal. De ploeg ook die gesteund wordt door koning Hassan, een hevig voetbalsupporter. En die Faria was succesvol genoeg om, nadat hij de club de titel had bezorgd, ook nog coach te worden van de nationale ploeg. Khalifa. Tony. Mary. Krimo is verstandje, maar Timo Mee lost dat op. Timo Mee.
met de linker van daar. Oh, dat is een prachtige redding. Heerlijk gaat Chilton naar die bal. Kattensprong, de linker van Timomi. Op 1 meter hoogte zo. Dat zouden we graag nog eens bekijken. Van achter de toer misschien, maar we volgen eerst Klein Haddel. Hodge. Vrij trap in zijn voordeel. Haddel. Goed van Haddel. Ja, dat werd bij de vrij gegrepen. Op de rand van het strafschopgebied. Dat moet ook geel worden. Door Khalifa. Zijn naam is Khalifa. En een van de andere die je dan net zag. Vrij trap dus met Hubble. Hoopje spelers rond de penaltystip. Gevaarlijkste man natuurlijk, Heatley daar met het hoofd, met een 1,86 meter. Binnen, nee, ik wou zeggen naar voren gekopt, niet binnen natuurlijk, door Steve Hodge. De man moet zorgen hebben, Rob Som staat er nog altijd in plaats van Rob Som. Engelse coach, Bobby Robson, 53. Opvolger van Ron Greenwood. Begon met de nationale ploeg van Engeland in 1982. Hij heeft zelf nog in de Engelse nationale ploeg gespeeld. 66 op het wereldkampioenschap. Fan van nu. Webbo kan die bal niet controleren. En Labrie. Mary. Technisch beperkt. Khalifa. Barry weer. Labrys. In voor Engeland. 10 minuten gespeeld in de tweede helft. Nog geen opmerkelijke dingen gebeurd. Nu Lineker. En dan het hoofd van Boulayoui. Hier wordt het nummer 5. Dat is de laatste man in de Marokkaanse ploeg. En Webbo met het nummer 11 gaat de hoekschop nemen. En Boetsen komt niet mee. Terry Boetsen wordt die switch. Aan de eerste paal. Het gaat laag naar Glenn Hoddle. Goed gedaan van Glenn Hoddle. Een draaiende bal. Ietsje te hoog weliswaar. Dat was goed bekeken, die hoekschop. Niet zoals gewoonlijk, dus hoge bal naar die... lange mannen toe, maar is dus een opening naar achter en een kantje voor Glenn Hoddle. Tommy. Khalifa. Over de bel aan, een putje. Niks aan de hand. Waddle. Ja, het is niet meteen te zien dat Engeland met 10 speelt. Waddle. Lineker. Houdel weer van Vermaar. Waarom niet? Kan die Hodge. Linkse voet. En toch nog Vermaar.
Diaz. Heel traag, omdat Peter Pella naast de lijnen wordt verzorgd. Ze zijn dus nu met 10 tegen 10 voor een tijdje. Peter Pella vraagt om terug in het veld te mogen. We krijgen daar jammer genoeg een beeld van. Nu zijn er weer op, daar is hij. Boeder Bella. Direct door het beeld. En snel het nog. Goed afgegeven. Krimu. En nu Hout. Houdel. Van Lunneker, die is snel. Zekkie er ver uit de doelman. Ja. Het is na 12 minuten nog niet direct een nadeel gebleken dat Engeland met dit speelt. B.S. Domi. Mary. En de tussenkomst van Bies. Bal gespeeld. Niks aan de hand. Ingooi. Voor Phantom. Hodge. Steve Hodge. Mooi gedaan. Net niet hoog genoeg. Khalifa spectaculair en opnieuw Hoddle, Len Hoddle. En nu Chris Waddle. Uit rechts. Tussen twee verdedigers. En dan moet hij nog worden gepakt. Het wordt een vrijtrap. De toppunt zou natuurlijk zijn dat Engeland zou scoren met 10. Maar het kan natuurlijk zeker bij dit soort gelegenheden. Eén goede kopstoot van Heatley of Terry Butcher. Het is gebeurd. Als die bal goed valt. Er is wat geluk mee gemoeid. Tweemansmuurtje. En daar komt hij. Maar het is Pias die kopt. In hoekschop Rijdens. Van Hoddle gaat trappen. We zijn klaar om in te lopen, Heatley en Terry Butcher. Daar is Butcher, even maar. Khalifa, en nu kunnen ze counteren als ze snel zijn. Ze er snel uitkomen, ze zijn met vieren. Duurt wat lang. Het gaat naar Mustafa Merri. Krimu in het centrum. Daar is Krimu. Nu Timomi. Nu een linkervoet. Ziet hem niet. Lijkt bij het. En dan tegen twee verdedigers. Vraagt om penalty. Hij zegt dat er met de hand is gespeeld. Aangeschoten bal. Geen sprake van handspel. Dus doorgaan met Glenn Hoddle. Phantom. Onderuit gehaald. Door Kari. Bijna een incidentje. Kari die boos wordt. Ben Hoddle.
vanaf die basis 3. Nog altijd na een ruim een kwartier in de tweede helft. En Marokko kan niet profiteren van die één man meer. Spelen nu weer de verkeerde kant op. Het is weer een moment van rust, van uitblazen. Witte vlag in de lucht, beide ploegen kunnen elkaar wat adempauze. Tommy, en nu mogen ze weer gaan. Boeter Bella, man die graag het tempo versnelt, daar gaat hij. Overtreding voor obstructie. Boeter Bella nog eens hier. In botsing met Fennick. Ja, kort genomen en een poging van Mary. Khalifa op de rechtervleugel. De twee Marys bij de tweede paal. Schippenbrek, Timoni. Nee. Timoni, speler van het jaar in Afrika. Hij is 20 is hij, heeft al 70 keer in de nationale ploeg gespeeld. Hij wordt in Marokko de kanonskogel genoemd omwille van dat hard afstandsschot met de linker. Waddle. Nadat hij in de rug was geduwd door Boeter Bella. En de scheidsrechter heeft ook niet meer veel zin om zich te verplaatsen. Dat is het toertje dat hij er nog kan uitpersen. En nu stopt hij alweer. Wobble, Heesley, kans misschien. Schot nog van het nummer 2, Gary Stevens. Zonder veel kracht staan. Nog eens Gary Stevens. Ja, de botsing heeft dus een blessure opgeleverd daar, die kopbal met Heatley. Ik denk dat het Diaz is die daar moet liggen. De draagberry is er weer bij, maar ze geraken niet bij de man. Nee, het is Lemmering, dat is nummer 3. Nekslag gehad bij het gebeurt. Bij
voor een deel krijgt. Hier een hitteslag ook. Maar gelukkig wordt die zon geregeld door wolken gescheiden van de voetballer. Ik ga naar het vliegen, terwijl ik dan niet doorzetten. Nu is er weer wat zonneschijn, maar dat duurt maar een tiental minuten, een kwartier, dan krijgen we weer een wolkendek. Maar het blijft altijd even heet, altijd tussen de 33 en de 36 graden. En daarin moet dus gevoetbald worden. Marokko. Met 11 tegen 10, toch durven ze niet voluit gaan. En ze zijn dat gewoon natuurlijk, dat soort spel, erg lateraal. En misschien zijn ze ook wel tevreden met die 0-0 weer, hebben ze twee punten. Dat is meer dan Engeland, dat is meer dan Polen. Khalifa. Hodge. Uit het voordeel voor Engeland. Hooggetrokken en Zeki. Dat was Gary Stevens die bal centerde. Ietsje te scherp voor doel. Appelsans de tijd. Gary. Timomi. Weder Bella. Tommy. Met voeten hoog, raakte daar het hoofd van Tommy. Gele kaart voor Eetley. Het zag er heel gevaarlijk uit. Met de voet in de lucht, in de omgeving van het hoofd daar van Tommy. We gaan even kijken. Daar komt hij. Oh la la, ja, hij raakt het hoofd. Van Tommy, eerste voet aan het hoofd. Deze man, Mark Haitley. Ja, dat is ook maar een gele kaart. Wilkens die twee keer protesteerde, kreeg er twee gele en een rode. Wat is nu het ergste? Dit natuurlijk. Een aanslag met de voet vooruit is veel erger. Moeder Bella. Benson. Haitley. De bal was weer te hoog, kon er geen kracht achter zetten. Het lukt niet bij de Engelsen. Die heeft ook moeite met de warmte.
plaatst zich een beetje als een bloedzak over het veld. Bobby. Moedertala. Ja, ze zijn met 11, maar toch gaan ze niet voluit. Heel voorzichtig die Marokkaanse ploeg. Voorzichtiger dan in de eerste helft, eigenaardig genoeg. Moedertala. Ja, ze zitten nu aan dat ene punt te denken natuurlijk. Dat hadden ze nooit verwacht tegen Engeland. 1 punt halen. Misschien wel iets meer. Clary en shooten. Yes. Wint dat wel van Heatley. Ja, zij zijn nu duidelijk tactisch aan het voetballen, op één punt spelen. Dat levert hen in totaal dan 2 punten op Portugal heeft. Ook 2 punten na de overwinning tegen Engeland. En Engeland zou dan ook 1 puntje hebben en Polen 1 puntje. Mary, bijna een opening, op Moedertala. Lidiker. Nee, raakt niet van plaats, nu tegen Bies. Lendris. Met nummer 3 wordt vervangen door nummer 14, dat is Ouadani. Ouadani, verdediger. Buitenspel. Een half uur gespeeld, nog altijd 1-0 en in vergelijking met de eerste helft een ongewijzigd spelbeeld. Dus de rode kaart van Wilkins heeft geen opmerkelijke wijzigingen teweeg gebracht in het spel. Het blijft nog een kwartier. Moedertala. Hodge. Wie heeft het één goed idee? Allemaal getelefoneerde ballen. Je ziet ze van op 20 meter aankomen. En telefoneren is hier gratis. Plaatselijk dan toch in Monterrey of in Mexico City. Kloppen ook veel gedaan. Dat is nog een gevolg van de aardbeving. Er wordt dus wat getelefoneerd en ze zijn weer aan het rondspelen. Helemaal achteraan in een hoekje en iemand die aanvalt van Engeland. Timomi. Timomi kan doorgaan, dat is knap. Maar dit niet. Fennec.
Robertsen. Heesley. Hallo. Bijna aan een tweetje, maar dat is Dolmy. Dolmy, Boederballa. Mary met Krimu. Teruggelegd met Timomi, zijn linker. Die doet zijn bijnaam van zijn onschuldig deze keer. Geen heren. Vervanging, heeft gedaan. Gary Stevens erin. Ja, dat lijkt mij logisch. Deze man heeft niks gedaan, Heatley. En dit is Gary Stevens. Nu zijn er twee Gary Stevensen in de Engelse ploeg. Gary Stevens, dat is de nummer 2. En die speelde Everton. En dan de man die zo pas opkwam van Tottenham, dat is het middenvelder. Daar is hij. Gary Stevens van Tottenham, met de nummer 15. En dat is de man van Everton, zijn naamgenoot. Die is daar bijna zijn schijf kwijt. Blote schouder, een beetje sexy. Maar alles is weer rustig. En opnieuw een gele kaart. Voor Kari. Ja, ik even de boekhouding bekijken. Dat zijn er voor Wilkins, voor Khalifa, voor Heatley en voor Kari. Dat zijn er 4. 5 eigenlijk als we er 2 rekenen voor Wilkins. De vrije trap, nog een 10-10 minuten. Gebeurt er nog wat? Nu dan graag. Kopstel van Butcher, houdt strek voor. Niemand van de Engelsen, ze stonden allemaal de dicht bij toe. Marokko. Goed, Stella. Dat wordt er waarschijnlijk. Ja. En nog Senara. 4. Tot een dieptebal, hoofdcentrum. Khalifa, Timobi. En het ziet er naar uit dat we hier opnieuw het 0-0 gelijk spel gaan krijgen. Dat wil dus zeggen dat hier 3 wedstrijden zijn gespeeld en dat in de loop van die 3 wedstrijden maar 1 doelpunt is gemaakt. Dat gebeurde dan door Portugal. Dat zal allicht een record zijn in 3 WK-wedstrijden 1 doelpunt. Maar ja, Marokko, een land met maar 20.000 voetballers in totaal. We zullen het al als een hele eer beschouwen. We moeten te spelen tegen het land waar het voetbal is uitgevonden. Gary Stevens naar de Klein Hubble, Lineker, Timo Mie, Boederballa. Dan is er altijd wel wat te doen als hij de bal heeft. Nu kort naar Timo Mie. Tegen Steve Hodge. Hodge. Gary Stevens van Everton. Flankverdediger. Hodge opnieuw. Naar Steven van Tottenham.
gaat van stuur. De Skari die daar blijft liggen. En nu Zeki de doelman. Kort naar Bias. Op 20 meter geen Engelsman te bespeuren. Zijn nabijheid. Nog 7 minuten. Misschien willen ze op die manier volmaken. Ik hoop van niet. Moeder Bella. Ja. Scheidsrechter zou nu moeten ingrijpen. Dit mag hij. Het reglement zegt dat een ploeg zijn kansen moet verdedigen. En dit gebeurt nu niet meer. Maar ja, die man heeft misschien ook een slag van de zon gehad. Denkt hij nog helder? In deze temperaturen. Vrij trap dus. In de woestijn. Met de kamelen op de achtergrond. En dat was het hoofd van Moester van Merri. Fennick. Zal die even. Doe wat dan niet, de man die is ingevallen naar Dolby. Naar Khalifa. Goede vlakverdediger. Offensief ook en snel. Moeder Bella. De beste man in de Marokkaanse ploeg. En dan Timo Mini de bal aflopen. Onder de voet door. Aldo. Nee, slaagt er niet in die Engelse ploeg aan te voeren. Ik heb een heel succes nu als de bal binnen blijft. Moeder Bella vastgehouden door Hodge. Maar ja, de man ziet het niet meer. Beweegt het niet meer, de scheidsrechter. Nog een goede tussenkomst van Stevens naar Lineker. Lineker. Nee. Ja, er moet toch worden nagedacht over de keuze van Monterrey om hier te komen voetballen. Je kan het de spelers niet verwijten als dit omstandigheden zijn, dan zeker voor Europese ploegen. Waarin zij zich niet kunnen ontplooien. Vooraf was bekend dat het hier erg was, maar misschien is het nog onderschat geweest. Als we nagaan dus wat er hier al is gebeurd. Geen doelpunten, eentje toch, eentje in 3 wedstrijden. Maar zo'n moeizaam voetbal. Nog een viertal minuten. Ja, dat is uniek natuurlijk dat je met 11 tegen 10 staat en dan zo voetballen. Dat is nog nooit gebeurd waarschijnlijk. Bella. Dolby.
Kari. Dolby. En nu weer een verkeerde voorzet. En een countermogelijkheid. Maar Bobbel slaagt er niet in. Zijn mannen uit de schakelen. Khalifa. Ouadini. Nog 3 minuten. En er is iets heel eigenaardigs gebeurd hier achter mij. De Colombiaan die, ook als er niks gebeurt, toch alles kan vol roepen. Die is ook gestopt met commentaar geven. En dan is het erg. Boeder Bella. Vervanging nog bij Marokko. Mustafa Marie met de nummer 11 van het veld. In zijn plaats komt nummer 21. Soleimani, dat is een aanvaller. Dat is ook een aanvaller. Marie dus. De aanval wordt met hem niet echt versterkt. Soleimani, Khalifa, we gaan naar de laatste minuut toe. Dat moet waarschijnlijk een van de dieptepunten zijn in het wereldbekertoernooi. We zijn er toch wel geweest vroeger. Maar in de geschiedenis van de dieptepunten kan deze wedstrijd worden bijgeschreven. Alles. Zeker de tweede helft. En dan zeker die laatste 7 minuten, waarin dus niks meer is gebeurd dan terugspeelballen van Marokko. Khalifa. Boeder Bella. Don Dalek kijkt op zijn horloge. Dat is de spits, nummer 9, de spits. Die komt nu helemaal teruggelopen naar eigen speelhelm. Kribu. Het is een oefenpartij. Maar dat is het niet één keer. Want dan wordt er waarschijnlijk meer gelopen. Soleimani. Krimu. Met Kari nog iets proberen. Nog Krimu. Kan het misschien nog voor Boeder Bella. Bijna. Khalifa. Hodge.
moeten nu toch de laatste seconde zijn. Khalifa. Ja, daar is hij met zijn eindsignaal. Geroepen de tribunes, grote ontgoocheling. Na deze wedstrijd. In Monterrey is 270 minuten voetbal tot nog toe. 1 doelpunt. Marokko met alles heeft de wedstrijd op gang te brengen. Polen-Engeland dus.